De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat mijn studie ook weer van start is gegaan. Het leek me leuk om in het globaal te vertellen en te laten zien hoe een thuisstudiedagje bij mij eruit ziet. We weten allemaal in wat voor wereld we op dit moment leven. Ja, ik had stiekem gehoopt dat ik op dit moment al fysiek naar school kon gaan. Sommige scholen doen dat wel al, maar de Hogeschool van Amsterdam heeft ervoor gekozen om 99% van de lessen online te gaan uitvoeren. Voor de zomervakantie had ik al online les en soms heb ik dat wel op een prettige manier ervaren, maar ik merk toch wel dat je gemotiveerder bent als je daadwerkelijk naar school gaat. Maar ik ga met jullie delen hoe ik het vandaag ga aanpakken. Het zal elke dag weer anders zijn. Ik zit nu in mijn derde jaar van mijn opleiding Creative Business. Ik heb de specialisatie ondernemerschap gekozen. En mijn rooster is zo raar. Ik heb elke dag wel les, maar een paar uurtjes. En ik heb geen idee hoe het allemaal in elkaar gaat zitten. Maar voordat ik met mijn specialisatie begin, moet ik nog een aantal tentamens doen. Want die tentamens zijn uitgesteld vanwege de pandemie. Maar daar moet ik ook voor leren. En dat staat eigenlijk vandaag bij me op de planning. Mochten jullie vaker zulke schoolgerelateerde video's willen zien, een soort van study with me, hoe ik dingen aanpak, hoe een schooldagje bij mij een beetje eruit ziet, let me know. Voordat ik met school ga beginnen, ga ik even nog aan het werk. Het is wel werk. Ik ga hiervoor lekker even comfortabel op mijn bed zitten. Want ik moet namelijk een samenwerking op Instagram gaan plaatsen. Ik heb het eigenlijk nooit echt in video's over hoe het nou in elkaar zit als ik een bepaalde samenwerking heb. En over het algemeen wil ik er best wel transparant over zijn. Maar ik weet ook niet in hoeverre jullie daar geïnteresseerd in zijn. Want als ik een samenwerking heb met een merk, dan merk je dat heel snel in een video. Later in deze video komt ook een samenwerking aan bod. Sinds dat ik eigenlijk met YouTube ben begonnen, heb ik zoveel geleerd over influencer marketing. Even een side note, ik werk alleen samen met merken waar ik echt achter sta. En waarvan ik denk van, dit wil ik ook echt promoten. Ik heb wel eens in het verleden dingen gepromoot waar ik achteraf echt spijt van heb. Of dat samenwerkingen gewoon niet soepel verliepen. Of dat ik achteraf dacht van, ja, waarom was ik hier een onderdeel van? Maar hey, daar leer je van. Maar de post die ik nu moet plaatsen is deze foto. Hoe het een beetje in elkaar zit. Ik krijg een briefing. Ik maak content. Ik stuur content naar het merk. Het merk doet het wel of niet goed. En dan spreken we een moment af wanneer het gepubliceerd mag worden. Dus vandaag mag het online. Tekst en al staat ook al klaar. Het wordt tijd om even een korte planning voor de dag te maken. Het vak waar ik straks voor ga leren is marketing management. Naast het boek heb ik ook online bepaalde PowerPoint sheets staan van mijn lessen en een paar online colleges. Dus dat ga ik straks doornemen, even kijken van wat ik niet begrijp. En ik heb straks daar nog een les ervoor, eigenlijk een vragenuurtje. Dat is over ongeveer iets minder dan een uur. Dus ik ga me daar een beetje op voorbereiden of ik specifieke vragen heb, zodat ik die kan stellen. En na de les ga ik keihard leren, want morgen is de tentamen. En dit vak kreeg ik in februari en we zouden het tentamen in maart hebben. Maar het is nu eind augustus, de laatste week van augustus. En ik heb hem nu pas. Dus alles is een beetje weggezakt en ik vond het al een lastig vak. Ik heb een idee hoe ik iets ga aanpakken. Ik heb hier flashcards. En normaal gesproken vind ik dit heel erg handig om te gebruiken bij begrippen. Maar ik heb dus diverse modellen. Tabellen, modellen, strategieën die ik moet onthouden. En ik moet ze ook echt uit elkaar kunnen halen. Dus wat ik ga doen, ik ga elk model op een papiertje schrijven. Zeg maar de naam en wat het precies inhoudt. Zodat ik dit makkelijk nog eventjes kan
doornemen voordat de toets begint. Ja, dan heb ik alles gewoon een beetje bij de hand. Ik vind het wel gewoon fijn om zo goed mogelijk te leren de toets te gaan maken. En dan kom ik er vanzelf wel achter wat de punten zijn waar ik eventueel tegenaan loop. En als ik de toets niet haal, ja, dan moet ik hem maar herkansen, weet je. Er zijn ergere dingen in het leven, maar ik ga gewoon lekker mijn best doen. En meer dan dat kun je niet doen. Ik ben maar verplaatst naar mijn bed, omdat ik waarschijnlijk grotendeels van de dag aan mijn bureau ga zitten. Dus nu voor de les ga ik lekker comfy zitten. Ik raad het je niet aan om vanuit bed aan school te zitten met het spel. Maar laten we eerlijk zijn, het is wel extreem comfortabel. De les is voorbij. Eigenlijk zou de les tot 1 uur of 12 duren. En het is net 11 uur geweest. Ik heb ongeveer 2 uur geleden ontbeten. Maar ik heb trek. Als ik trek heb, kan ik niet concentreren. Dus ik ga maar vroeg lunchen. Omdat ik de hele dag thuis ben, heb ik ook wel zin om uitgebreid lunch te maken. Ik ga warm eten klaarmaken. Ik heb in de koelkast nog krieltjes en kipfilet over. Dus ik ga dat eventjes opwarmen. En dat wordt mijn lunch. Ik ga eventjes eten. En na het eten ga ik weer verder. Het wordt weer tijd om aan de slag te gaan. Ik ga eventjes een bril opdoen. Ik heb mijn lenzen in. Maar dit is een bril wat je beschermt tegen blauw licht. En ik merk dat ik nu een beetje hoofdpijn begin te krijgen. Dus vandaar dat ik even deze bril opzet. Misschien is het je al opgevallen dat ik in deze video een andere laptop dan normaal gesproken gebruik. Ik heb hier een HP laptop. En voor de studenten onder ons valt deze laptop echt in een hele fijne prijsklasse. Niet zo lang geleden in een andere video had ik de unboxing hiervan laten zien. En ik heb hem nu al een tijdje gebruikt. En ik moet zeggen dat ik er zeer tevreden mee ben. Hij werkt prima. Ik kan ermee multitasken. Hij is heel erg licht. Het is dat ik nu voornamelijk thuis werk en hem niet mee hoef te nemen. Maar als ik hem mee moet nemen, is hij super fijn. Want zoals ik vandaag, toen ik die online les had, had ik ook nog andere documenten openstaan. Zoals sheets van presentaties. En omdat ik meerdere dingen tegelijk moet doen, vind ik het fijn als mijn laptop dat gewoon aan kan. Daardoor niet vast gaat lopen. Sowieso met een mediaopleiding is het best wel lastig om erachter te komen wat nou de juiste laptop is. Niet iedereen weet heel veel van de specificaties af. Natuurlijk misschien wel de basics. Maar ik zelf weet ook niet hoe helemaal een computer in elkaar zit. Van wat nou goed en wat nou slecht is. Als je vaker met zulke apparaten werkt, dan leer je iedere keer wel weer wat bij. Je hoeft niet altijd de duurste van de duurste aan te schaffen om een goede laptop te hebben wat geschikt is voor werk of studie. Dus mocht jij zelf nog op zoek zijn naar een nieuwe school- of werklaptop, dan zal ik deze hieronder in de beschrijving zetten. Deze laptop heeft een krachtige Intel i5 processor en een werkgeheugen van 8 GB. Zoals ik al zei, is hij al enorm licht. Hij is maar liefst 1,46 kilogram. Ik moet je zeggen dat ik een beetje moe begin te worden. Het is ook bijna 3 uur en het wordt tijd voor een snackie. We gaan voor een gezonde en ongezonde snack. Een kiwi met chips. Wat een combinatie. Dat is lekker zoet. Ik ga er even bij liggen, want ik heb geen zin om te zitten. Wat ik soms vergeet is om rust te nemen en om voldoende te eten en te drinken. Want als ik zo gefocust ben en helemaal in mijn element zit, dan vergeet ik gewoon om voor mezelf te zorgen. Terwijl dat
het belangrijkste is. Dus zorg dat je op je bureau of op je werkplek iets van een fles water hebt. Of dat je standaard een timer zet wanneer je je fles moet refillen of je glas moet refillen of weer iets van eten moet pakken. En wat ik super fijn en motiverend vind is om samen met anderen te gaan studeren. Het gewoon door te nemen. Ik heb nu met zeg maar mijn klas van vorig jaar een groepje en wij skypen regelmatig. En ik merk ook heel erg dat het waardevol is en we leren zoveel van elkaar. En door het gewoon met elkaar over de stof te hebben, merk je ook vanzelf of je het begrijpt of niet. Door onze Skype sessie krijg ik ook gewoon heel veel motivatie. Ik had net een enorme inkakmoment. Oh, ik heb in mijn bed gelegen. Ik wilde eigenlijk een nap gaan doen, maar dat lukte me niet. Maar om een beetje comfortfood vanavond te hebben, heb ik sushi besteld. Oh, hier had ik zoveel zin in. Dus ik ga lekker van mijn sushi genieten. Vanavond nog een beetje leren en dan is dat het. Ik heb nu helemaal geen focus meer. Sushi van mijn favoriete sushi restauranten in Amsterdam, namelijk Mojo. Ik heb een box, zo lekker, met California roll, tempura roll, spicy chicken, zalm, tonijn, komkommer. Misschien een beetje te veel, maar hey, dat maakt helemaal niks uit. En ik had hier zoveel zin in, garnalen, heerlijk. Tijd om mijn bril op te zetten, want ik ga straks weer achter mijn laptop kruipen, want ik ga skypen met studiegenootjes om het ene ander te bespreken. Ik heb een kopje thee gemaakt. 'S Avonds drink ik altijd thee, soms 's ochtends zo. Het ligt eraan of ik in de thee of koffiestemming ben. En ik zit nu even heel random voor mijn plant Henkie. Het gaat deels goed met hem. Aan de onderkant zijn de bladeren niet helemaal top meer. De bovenkant gaat helemaal top. Het groeit. Hij groeit helemaal. Ik ben er helemaal blij mee. Normaal gesproken kan ik planten niet echt in leven houden. Deze plant heb ik nu bijna 1,5 jaar. Dus echt een wonder dat hij nog staat. De dag is echt voorbij gevlogen. Het liefst had ik nog meer uit mijn dag willen halen. Maar ja, je moet ook rust nemen. Ik probeer altijd wel een balans te vinden in productief bezig zijn en een beetje rust te nemen. Morgen heb ik dus het tentamen. Hopen dat ik het gewoon haal met een voldoende. En zo niet, dan niet. Ik hoop dat ik vanavond ook een beetje mijn rust kan pakken. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Ik heb liever dat ik dan op tijd ga slapen en mijn rust neem dan dat ik nog de hele nacht door ga leren. Ik snap niet dat mensen dat kunnen doen. Ik heb liever dat ik gewoon fresh ben. En dat ik dan een tentamen kan maken dan dat ik alleen maar aan het leren ben. En dan ga je het toch al vergeten. Maar ik hoop dat jullie het leuk en misschien inspirerend vonden om deze video te zien. Ik ben door het maken van deze video al redelijk gemotiveerd geraakt om nog beter mis te gaan doen voor school. Zoals ik al eerder zei, van mocht je suggesties hebben voor schoolvideo's, motivatievideo's, wat dan ook, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. Mocht je meer van me willen zien, dan kun je me natuurlijk ook volgen op Instagram. Wie weet zie ik je daar en anders tot de volgende video.